Wacht, voordat je gaat kijken heb ik wat superleuks voor jou. Bij de 25.000 abonnees ga ik een gaming pc weggeven ter waarde van 1000 euro. Dit doe ik in een 12 uur stream die wordt ingepland als ik de 25.000 abonnees haal. Wil je je alvast voorbereiden op het winnen van de giveaway? Abonneer dan nu op mijn kanaal en volg me eventjes op Instagram. Veel plezier met het kijken van de video. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video hier op dit kanaal. Vandaag, zoals je kunt zien, zitten wij weer in het casino. En ik dacht bij mezelf, oei oei oei, wat ga ik vandaag nou weer doen? Zoals je kunt zien heb ik 30 euro gestort. En dacht ik bij mezelf van, we gaan vandaag 3 slots. Ik ga 3 slots doen en per slot geef ik 10 euro uit. In de hoop dat ze mij gaan betalen. De laatste tijd ben ik niet meer echt een casino fan. Maar er was niet zo heel veel te doen in 5M. Dus ik dacht bij mezelf, let's go, we jumpen op het casino. De slots die ik voor vandaag heb uitgekozen zijn Sweet Bonanza, Extra Juicy Megaways en Buffalo King Megaways. Hebben jullie zin in deze video? Laat sowieso even een like achter. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie bij de eerste slot. Ik ga een kleine correctie voor jullie gooien. We gaan Buffalo King Megaways kotten. En we gaan Madame Destiny Megaways pakken in plaats van Buffalo King. Aangezien ik deze slot toch persoonlijk wel echt wel wat leuker vind dan Buffalo King. Dus laten we deze gewoon gaan pakken. Ik hoop dat we in de bonus gaan komen. Ik zet het geluid eventjes ietsje zachter, want hij staat een beetje hard in mijn oren. Ja, zoals jullie kunnen zien, in de vorige casino video's hebben we deze slot ook al een paar keer gespeeld. En in de vorige keren heeft hij me best wel wat geld gegund. Dus ik hoop dat hij dat in deze video ook kan doen. Wat ik zeg, we gaan 10 euro spenderen op deze slot. En ja, hopelijk kunnen we in die 10, met die 10 euro kunnen we, ja, in een bonus komen. Een beetje geld pakken. Ik dacht ook zo bij mezelf van, oké, als je helemaal dood is, dan gaan wij gewoon naar een andere slot toe. Als je helemaal niks betaalt of niks doet, dan gaan we gewoon naar een andere slot toe alsnog. Dan kunnen we hem uittrekken tot max 5 slots of zo. Misschien is dat ook wel een leuk idee om te doen. Maar ik hoop dat we iets kunnen pakken met deze slot eigenlijk. Oké, ja. Hij gaat hier denk ik niks meer geven. Nee, oké, hij is daar dood. We moeten dus 3 van deze glazen bollen hebben. En dan... Ja, ik heb het... Het is alweer een tijdje terug dat ik er hier ben ingekomen. Ik hoop echt dat ik kan betalen. Maar ik zit wel echt op twijfel van... Zullen we hier wel mee doorgaan? Want... dat is in ieder geval weer iets. Maar momenteel peet hij niet zo... Hier een pushen en daar een pushen. Oh ja, deze gaat connecten. Wat is dit? Oh nee, hier moet er eentje. Oh, als hier één katje was, hadden we echt, ik denk wel 5 euro terug gehad. Nee, oh, 2 stuks. We moeten er dus 3 hebben. Dit kan echt niks, hè. Oh, jawel, die tientjes. Maar ja, daar hebben we niet zo heel veel aan. Oké, wat gaan we doen? Oké, laten we nog even een paar spins doen. En als ze een beetje, als ze niet zo goed gaan, dan gaan we gewoon door naar de volgende slot. Want dit is niet, ja, hier kunnen we niet zo heel veel mee. Nee. Hij moet ze gewoon poem, poem, poem. Boom, boom. Ja, oh ja, ja, oké. Oké, dit connect iets. Maar ja, drop gewoon 3 van die dingetjes. Oké, dit is hem. Komt-ie. Nee, helemaal niks. Hier nog een Jax? Nee, oké. We gaan door naar de volgende slot. Op de volgende slot staat Sweet Bonanza. En hiermee moeten we dus 4 lollies tegelijkertijd pakken om in de bonus te komen. Ik hoop dat het gaat lukken. Alleen het punt is, bij Sweet Bonanza is het altijd heel erg moeilijk om überhaupt in een bonus te komen. Ik hoop dus voor deze video dat het in ieder geval wel gaat lukken. Maar ik ben er persoonlijk bang voor. Een bonus pakken op deze slot is gewoon heel erg moeilijk. En ik snap niet hoe het kan, want... er is een tijdje terug dat ik best wel vaak een spelletje speelde hier online. Toen pakte ik hem regelmatig. Maar de laatste tijden dat we het hebben geprobeerd en dat ik bij andere mensen ging kijken, gebeurde er eigenlijk niet zo heel veel. Dus ik ben heel erg bang voor dat we hier een beetje ons geld gaan verliezen, maar... We moeten gewoon goed gaan nadenken van, oké, kan dit nog wat worden? Weet je, gaan we erin vallen? Oh, kom op man. God, nou, hij gaat het niet doen natuurlijk, hè. Oh, dit moet er toch zijn. Ja, we zitten erin. Let's go, boys. Oké, Sweet Bonanza bonus. Hij connect ook lekker door. 428. Oké, boys. Dit is in totaal is deze bonus 20 euro waard. Dus als we dat eruit zouden kunnen catchen, zou fucking ziek zijn. Ik zit er letterlijk over te praten en we komen erin. Let's be rich. Komt-ie. Oké. Oeh, keer 24.
Oké, ga door. Ga door. Keer... Wat is dit? Oh mijn god. Dit is fucking dikke doekoe. Keer 6... Dit is 40 euro. Let's go, boys. Ja. We pakken gewoon winst in de casino. Ik had... Let's go. Deze slot maakt mij rijk, boys. Let's go. We gaan hem klikken. Let's go, 41 euro, man. Oké, wat kan deze bonus ons nog meer payen? Weer een keer 12. Wat zie ik gebeuren hier, hoor. Oké, dat is niet zo heel veel. Dat is een eurotje. Oké, boys. Kit. Oh, ga door. Oh. Keer 32. Wat zie ik, bro. Wat gebeurt hier? Meestal ook voordat je een bonus ingaat. En hij connect heel veel. Dan kom je... Oh, retrack. Meestal als je een bonus ingaat en hij connect al heel veel, betekent het meestal wat van. Het wordt best wel een goede bonus. Oh. Deze hit en deze hit. Oei. Kom op, laatste spin. Bananen. Keer 15. Dit is weer wat doekoe, hè. Dit is keer 25. En gewoon weer 16 euro. We pakken hier gewoon 61 euro, jongens. Oh mijn god. Dit is fucking zakelijk, boys. Let's go, man. De slot die ons winst gunt. Sweet Bonanza doet het. Oh mijn god. Let's go, boys. Oké, ik moet zeggen... Dit had ik zeer zeker niet verwacht. Oh mijn god. Laten we doorgaan naar de volgende slot. We zijn aangekomen bij ook een van mijn favoriete slots. En dit is Extra Juicy Megaways. We gaan er gewoon spinnen. We hebben 4 diamantjes nodig om in de bonus te komen. Ik moet zeggen, hier ben ik ook al een tijdje mee ingevallen. Het zou wel leuk zijn als we hier weer een keertje in kunnen komen. Ik moet zeggen, ik vind dit persoonlijk een goed slot voor hoe die betaalt. Zeg ik dat goed? Ja, ik bedoel, je kan hier met een lage inzet kun je al best wel wat... Met een lage inzet kun je hier al best wel veel geld uithalen. Dus laten we hopen dat we erin vallen. Ja, 4 diamantjes is alleen wel echt oprecht heel erg veel. Dus ik weet niet of dat überhaupt mogelijk is om dat te halen. We gaan gewoon kijken of je een beetje betaalt, of je het een beetje goed doet. En ja, boys, hey, we zijn sowieso al dik tevreden. We hebben al 84 euro. We hebben letterlijk een keer 3 gemaakt op ons geld. Het is fucking ziek. Als we dit nog even naar 100 euro kunnen trekken, dan zijn we weg hier, oprecht. Dus als deze bonus dat zou kunnen doen, als we hier in de bonus kunnen komen, zou het oprecht fucking ziek zijn. Oké, hij connect je lekker. Oké, 1 diamantje. De megaways zijn goed. Dat is een meestal... Ah, jammer, man. Hoe meer megaways je hier hebt staan, hoe groter de kans is dat hij door blijft connecten, zeg maar. Dus dat er nog meer combinaties komen. En ja, meer combinaties betekent dat er meer diamantjes kunnen vallen. En ja, dan heb je meer kans op een bonus. Het zou toch zo leuk zijn als we hier gewoon ook in kunnen vallen, jongen. Want deze bonus, ik moet je zeggen, deze bonus gok ik meestal altijd naar 20 spins. En ik hoop dat we dat gewoon kunnen pakken, man. 4 diamantjes. Ik heb hem niet heel veel gezien tot nu toe. Maar ja, 4 diamantjes hebben we nodig. Dus ik hoop dat het gaat gebeuren eigenlijk gewoon. Daar komt het eigenlijk heel simpel op neer. Dat waren er 2. We moeten er 4, man. Nog 2. Nee, ja, man. Kom op. 4. Dit is een connectie. Wat gaat hij doen? 10.000 megaways. Oké, ik denk dat we deze nog eventjes doorspinnen tot 80 euro. En dan gaan we toch wel naar Buffalo King Megaways. En dan gaan we het daar nog even proberen. Oké, jongens, Buffalo King Megaways. Hier hebben we dus 4 bonuskaartjes van nodig om in de bonus te komen ook. Ik hoop dat we ze gaan pakken. We gaan hier gewoon tot 70 euro ongeveer spinnen. En dan gaan we gewoon weer lekker weg. En dan hebben we een mooie profit van 40 euro. Ik dacht bij mezelf, dat is wel perfect om de video mee af te sluiten. Oké. Het zou toch oprecht nog best wel ziek zijn als we hier nog in de bonus gaan vallen. Maar ja, de kans is natuurlijk niet heel groot. Aangezien we natuurlijk ook op andere slots al wat gewonnen hebben. Dus laten we gewoon met z'n allen gewoon duimen op een goed einde bij deze slot. Hij geeft wat heet het 1 symbooltje, maar doet er gewoon 4. Nee, dat is er 1. 4 wil ik er zien, jongens. Nee. Hij heeft er niet zo heel veel zin in. Dit is niks. Gaat er hier nog wat door? Nee, er gaat helemaal niks door. 1,50 nog, jongens. Nog 5 spins. Kom op. Nog een gekke combi of zo. Kunnen die nog wat chics halen of zo? Een goede combi. Nog 4 bonus symbols. Kom op, man. Oké. Ja. Jongens, ik ben bang dat dit hem niet gaat worden. Nee. Ja, hier. Wat ik zeg, hier moet je ook... Dit is ook best wel een moeilijke slot om in de bonus te komen. Dus
Ik verwacht niet dat we meer gaan pakken. Maar het is het proberen waard. Want deze slot kan zeg maar wel betalen. Ja, dat is logisch. Elke slot kan betalen. Maar ik dacht we moeten deze gewoon nog even proberen. Jongens, helaas is het op deze slot niet gelukt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. We hebben 40 euro alweer in deze slot gemaakt. Dus ik ben super blij daarmee. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet de video te liken. En ik zie jullie bij de volgende video. Laters.